ik ben Josse Haarhuis, eerste varkensherder van Nederland. En ik ga hier in het Brabantse bos varkens houden en inzetten om de grond om te woelen. En het stukje hier, een stukje biodiversiteit in het bos te bevorderen. Ik krijg vanuit de HAS Hogeschool in Den Bosch de kans om hier ook van mijn afstudeeropdracht te maken. En te kijken naar de haalbaarheid van het houden van varkens in het bos. Omdat er vanuit de gangbare varkenshouderij is het lastig om nog de kosten te verdienen en om in te stappen als jonge ondernemer. Omdat je of van thuis uit een bedrijf mee moet nemen of over moet nemen of veel geld mee moet nemen. Daarom is het lastig om daarmee te starten. En hier in het bos krijg ik de kans om op een andere manier varkens te houden met relatief weinig startkosten. Nou, het gaat helaas, gaat de varkensdans niet door en is uitgesteld. De reden hiervoor is dat ik ben hier ingestapt met het idee dat het concept al voor een heel groot deel klaar was. Maar dat bleek achteraf niet zo te zijn. En er waren veel uitdagingen hier op dit gebied waar ik veel onderzoek naar heb gedaan van hoe ik die het beste kon tackelen. Maar helaas niet genoeg resultaten had om de omgeving te overtuigen dat het houden van varkens hier niet zoveel risico's met zich mee zou dragen als zij voor ogen hebben. De grootste probleem hier is de huidige varkens of de huidige zwijnenpopulatie, die niet te managen is en die steeds maar groter wordt. Die zwijnenpopulatie is een groot probleem omdat die zwijnen kunnen, mocht ik een ziekte hebben bij mijn varkens, die ziekte overdragen naar andere bedrijven. En wanneer die populatie groot is, dan is er ook een groter risico dat dat gebeurt. Hierop had ik dubbele afrastering, zodat die dieren niet in contact konden komen. En de afrastering op een meter hoog, zodat ze niet zomaar eroverheen of de andere eronder door konden gaan. En 7 draadjes, alleen dat was niet voldoende om de omgeving ervan te overtuigen dat het risico van de ziekteverspreiding door de zwijnen laag was. En daarnaast had ik eerder contact moeten zoeken met de omgeving, met de veehouders in dit gebied, want achteraf is dat te laat gebeurd. En anders hadden we meer samen op kunnen trekken en meer samen kunnen kijken naar wat voor afraster moet hier dan komen. Dus dat ga ik ook zeker meenemen voor mijn volgende locatie. Eerst met de omgeving goed in gesprek voordat we volgende stappen gaan maken. En kijk naar de risico's in dat gebied. Zitten er veel zwijnen? Dan is het misschien beter, slimmer om het niet te doen. Zitten er veel intensieve veehouderijbedrijven in dat gebied? Nou, dan is het ook slimmer om het niet te doen, omdat daar een risico ligt dat mijn varkens een ziekte overbrengen naar die bedrijven en dan kan dat economische consequenties hebben. Wanneer die niet bij die locatie zitten, dan is de kans dat dat gebeurt natuurlijk heel veel kleiner, die is er niet. En daarnaast blijft toch een grote uitdaging de wet en regelgeving. Hier had ik me ver in verdiept en zaten toch nog een aantal punten waar ik de boeren, de veehouders uit de omgeving niet kon overtuigen dat de maatregelen die ik nam voldoende waren om aan die wet en regelgeving te voldoen. En een belangrijk wat ook meespeelt in de wet en regelgeving is dat je een omgevingsvergunning moet krijgen. En om een omgevingsvergunning te krijgen moet je de omgeving mee hebben. En wanneer je die dus niet kan overtuigen, wordt dat een lastige zaak.